Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Game Kanaal. Ja, vandaag doen we weer GTA 4. Ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Ja, ik had hele slechte graphics in dit spel. En ja, het zag er gewoon niet uit als jullie mijn filmpjes hadden bekeken. Maar ja, nu gaan we het nog een keer doen, maar dan met een betere computer met goede graphics. En misschien, ja, misschien wordt het wel wat. Oké, we gaan naar de crime scene. Daar zit. Domestic disturbance moest er heen, dus hij is weer geweld. Oh ja, en dit zijn de mods van Arjen AJ, dus als je ze wil hebben moet je gewoon even naar zijn YouTube kanaal en dan kan je de mods downloaden. Dus volgens mij de Dutch Starter Pack. Oké. Hey, dit is net zoals de eerste aflevering. En we nemen hem mee naar het politiebureau. Oh ja, en we doen LCPD van 0.95, ja, omdat ik de nieuwe versie nog een beetje niet helemaal begrijp en dat af en toe niet helemaal werkt zoals het moet werken en dat af en toe heel lang geen melding komt. Dus ik heb eventjes 0.95 erin. Ik denk dat ik later wel erin ga stoppen. Maar ja. En nu even nog 0.95 RC2. Ik heb ook nog niet heel erg veel mods. Omdat ik had ook nog niet heel erg de tijd om het zeg maar te gaan zoeken. Ik wou even gewoon snel beginnen, dus ik heb er maar een paar in gedouwd, niet heel erg veel. Er staan een licht ofzo aan, ja. Dus ik heb even de Dutch Starter Pack genomen. Voor de laatste had ik volgens mij NPD bij jullie in mijn afleveringen. Nou ja, we gaan even verder met Nederlandse politie. Oh, en ik knal weer tegen iemand weer tegen hem op. Stupid Malaka! Meneer. Malaka, he's got a gun! Ah nee, maar er zijn toch twee mee, is ook goed. Oh nee, twee passen er niet, dus hij wordt gewoon afgevoerd. Request. Oké, we gaan weer verder. Kijk, ja, groen. We gaan even de verdachte afleveren bij het politiestation. Oké, jouw lever even af. Oh ja, en ik draag nog een ouderwets beginners politie outfit. Ja, omdat ik moet nog even zoeken een paar mooie. Maar die ga ik nog wel binnenkort erin zetten, maar nu nog even met deze. Oké, dan gaan we weer on duty. Steeg controleren. Werner!
пару лет будет город мы на колени поставим. Чистая правда. Чистая. Oh, hij is al gearresteerd. Half, ja. Oké, okay, hij is gearresteerd. Nou, dan gaan wij weer verder met onze patrouille. Oké. Okay. Laten we even bij het vliegveld gaan kijken wat tegenkomen. Af en toe hapert die, ja, dan kan ik ook heel weinig aan doen. Beter kan ik het niet maken dan dit. Oh, oké. Okay. Discard incident is code 4. Oh. Kijken of deze man wat verdachts doet. Oké, we laten hem maar gaan. We gaan even naar deze melding. Alweer hier, jongens. Holy shit, wat zijn, is het in een Hummer Festival zo? Had ik jou net niet opgepakt? Stap maar in. Oké, gasten naar de volgende bestemming. Oké, we gaan hem even afleveren. Snel bij het politiebureau doen. Dan gaan we even weer verder met onze patrouille. Oké, op naar het politiebureau. We hebben de verdachte in onze auto en we gaan dan weer verder met onze patrouille. We gaan nu even naar een ander deel van de stad, want deze deel hebben we al gehad. En het wordt al nacht. Oké. Oké, die gaan we halen. Kom op.
ja, niet midden op de straat, hè. Gewoon even een stukje nog. Oké, hier, hier. Oh, 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 oh. Nu rij je ook nog veel te snel. Ja, rij maar door. Gas. Nou. Oké, de verdachte rijdt weg achter de verdachte aan. Oké, ik heb assistentie nodig. Verdachte schiet uit het raam. Ik herhaal de verdachte schiet uit het raam. Het is hier. De verdachte is heel gevaarlijk. Heeft een Uzi. De tweede verdachte schiet uit het raam. De andere rijdt. Rijdt met volle gas richting de Savannah Outlook Avenue. Hij doet linksaf. Verdachte heeft zich klem gereden. Ik herhaal het, verdachte heeft zich klem gereden. Verdachte op de vlucht, verdachte op de vlucht. Vuurwapen, vuurwapen. Verdachten zijn aangereden door collega's. Oh, verdachte op de vlucht, verdachte op de vlucht. Nou, dat is weer opgelost. Oké, nou, de verdachten zijn opgepakt.
kunnen wij weer rustig een surveillance doen. Oké, even kijken of we sommige mensen een idee kunnen vragen. Oh nee, ik ben vergeten, ik heb nog geen police helper, dus ik kan hun idee niet vragen. Nou ja, tijd voor een hotdog dan. Send in the bird. Thanks. Oké, hij heet de Moloch, walk up behind the suspect of frisking. Is het deze? Now get your hands on your head. You know you want a hot dog. Suspect northbound on foot. Okay, you're clean. Sorry to trouble you. Oké, we gaan nog even, toch even terug bij de suspects, want het blijft deze twee rode stips bij mij op de kaart. En ik wil even dat die weggaan. En dan rijdt weer een bus. Oh, politiechopper. Dat is daar toch iets aan de hand. Oké, de verdachte wordt nu meegenomen. Ik zorg er veel te verkeer even schoot. Oké, de Nederlandse politiehelikopter is ook paraat. Meneer van de taxi, dit is niet aansprakelijk omdat dat u uw auto verlaat. Kom hier. Oké, we laten. Nou, het tuig wordt opgeruimd. Zie je? Ik zag hem daar net achterin zitten. Als je goed kijkt, zie je hem daar zitten. Nou, het tuig wordt meegenomen. Ook wordt bijna geen probleem. Nou ja, dan zijn we bijna klaar met onze D vandaag. Ik weet niet welke D het is. D 4, 5 of zo. Dan moet ik straks even kijken. Dat zie je wel in de titel. Dan gaan wij even terug. En dit was een einde van de episode, want ik krijg nu opeens een game crash. En dan zeg ik doei. En subscribe, zet een reactie neer en tot de volgende keer.